Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, ROM, neemt alle berichten over vervuiling serieus en laat daarom ook onderzoek verrichten in de kwesties. Dit zei ROM-minister Marciano Dassai gisteren tijdens zijn eerste bijdrage in het Hoogste College van Staat, waarbij hij een beeld gaf van de verschillende klachten die zijn departement heeft ontvangen en wat onderzoek heeft uitgewezen. In het geval van dode vissen in Wanica heeft onderzoek uitgewezen dat het gaat om zuurstofarm water. In een ander geval ging het om een oude video van ongeveer 6 maanden geleden die was opgenomen aan de Wolframstraat. Ook is er onderzoek gedaan naar het water in het Stuwmeer. Het NIMOS heeft daar 3 monsters getrokken. Het ging om een geval waar er chemische stoffen werden gedumpt in het water. Daar hebben we de samples getrokken. 2 samples en 1 sample iets verder. En het resultaat van de samples is dus dat 2 positief zijn. En het gaat om een cyanidevervuiling. Het eerste monster heeft een waarde van 334 milligram per liter aan cyanide. Het tweede monster heeft een waarde van 421,42 milligram per liter aan cyanidewaarde. De derde was negatief. We hebben dus natuurlijk op basis van deze informatie hebben we ook gekeken naar andere gebieden. We zijn nu bezig met ander onderzoek in andere gebieden om te kijken hoe het daar is gesteld. Maar het is voldoende informatie om aan te geven dat er sprake is van vervuiling. De bewindsman benadrukte weer dat er een verbod geldt op cyanide en cyanidehoudende producten. Hij erkent dat er nog meer onderzoek gedaan moet worden als de regering op basis van feiten wilt werken. De regering wil volgens hem nu systemen bedenken voor certificering van deze gifstof voor de kleinmijnbouwsector. We gaan naar richting awareness, we gaan naar richting het trainen van de kleinschalige goudwinners, zodat ze aware zijn van het gevaar van de stoffen. Wat ik ook moet aanhalen, is dat we nu bezig zijn met een moderne waterzuiveringsinstallatie in Komowijnen. Die waterzuivert in de Suriname rivier. Dagelijkse monitoring vindt plaats. Er is geen cyanide in dat gedeelte. Dus er wordt heel veel nieuws verspreid. Maar inderdaad, we moeten toch wel, voordat we aannemen, voordat we zeggen dat het is vervuild, onderzoek doen. Minister Dassai ging in op vragen bij het agendapunt, het stellen van vragen aan de regering over de actuele situatie en beantwoording van de regering op de door de Nationale Assemblee gestelde vragen.